Dennis van Steengoed en welkom bij een nieuwe aflevering van Tech It. En het is heel lang geleden dat ik het heb gedaan en ik heb geen flauw idee wat ik moet gaan doen. Er is echt niet veel gebeurd en er is gewoon niks meer te doen eigenlijk. Behalve dan een stad gaan bouwen en weet ik veel, koffie drinken. En de wereld laat niet zo heel erg snel. Geweldig. Vorige keer was ik hier samen met Lars, hebben we twee marktkraampjes gebouwd. Daar zijn er nog geen één bijgekomen, laat ik het zo zeggen. Het is helemaal nog niks. Alleen iemand heeft hier een of ander pad gemaakt. Ik weet niet wat die van plan is. Diegene, maar dat werkt niet. Want je kan hier toch niks bouwen. Wat ga ik doen? Ik heb echt geen flauw idee. Misschien, wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Lastig. Dat had ik even misschien van tevoren moeten bedenken. Ik kan iets hier gaan doen. Nee, die Starbucks is al af. Oh, een boom. Oh nee, een boom. Ik kan er gewoon wat gaan bouwen of zo, maar dat is ook niet echt bijzonder. Misschien op het strand wat stoeltjes of wat kleedjes neerleggen. Is misschien wel leuk. Ja, dat ga ik doen. Ik ga wel wat kleedjes neerleggen, hè, zodat mensen lekker kunnen liggen op het strand. Ik heb... Oh. Oh. Poel loopt helemaal zo van... Oh, ik ga vastlopen. Oké. We kunnen wel van wol. Ik heb wel een leuk idee. Wat strand... kleedjes neerleggen, maar waar is die fucking workbench? Die heb ik volgens mij hier neergezet, ja. Waarom zijn die dingen nou alweer wit? Het was laatst ook al zo. En waarom heb ik zoveel ontiegelijke lek? Godver. Ik denk dat het wel genoeg is. Nog een keer. Kun je nog platter? Nee, dit is het. Oké. Dan doen we die helemaal. Die, en nog een keer. En nog een keer. En dan dit maar weg. En dan oranje ook even. Nog een keer. Nog een keer. En nog een keer. Die doe ik weg. Ga ik daar wel wat leuks van bouwen? Nou ja, een soort van kleedje of zoiets. Iets dergelijks in die richting. Oh, oh nee. Even een stad laken bouwen. Wat gaan we doen? Hoe gaan we dat doen? Doen we wit in het midden. Of het water, hè? Dat doen we hier. Doen we iets hierheen en dat verder. Wit in het midden. Wit en gewoon twee breed. En dan oranje daar. En dan geel daarboven. Oh, deze is nog te groot. Dan moet ik die hebben. Ah, slim, Rob. Ga weg. Ga weg. Oh, zo. Oh, prachtig. Een kleedje. Wel een mooi kippenkleurtje is het ook. En mijn ticket is ongelooflijk traag. Pots. Tiefes. Nu ga ik nog een kleedje maken. Dan maak ik hier en doe ik het zo. 3. En dan hier. Witte. Ja, zo, dat is ook weer een leuk kleedje, vind ik. En dan doen we hier ook een kleedje. Ik ga wel even vliegen. Hier, 1, 2, 3. En dan doen we die met geel. 1, 2, 3. Super! En dan doen we ergens anders nog een kleedje. Dan doen we wel, is er nog een andere combinatie? Ja, die is er nog. Zo. Met... Oh, waarom verdwijnt hij nou? Niet verdwijnen. Liggen blijven. Zo. Die. En dan kan er nog wel een naast. Eentje met geel. Zo. Hop. 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 Kijk wat mooie strandlakentjes, kleedjes, dingetjes. Kunnen mensen lekker op liggen. Geweldig. Geweldig. Super. Helemaal mooi. En we zijn nog maar 3 minuten bezig. En ik heb al geen reet meer te doen. Ja, het is niet leuk meer als je... Ja, we kunnen niet nergens meer bouwen eigenlijk. Echt grote dingen. Want we willen groots bouwen. En ja, we hebben nu hier 2 marktkraampjes. Maar dat is groot. En dan dit grote gebouw. Dat is dan wel groot. Maar voor de rest kunnen we niks meer bouwen. We hebben gewoon te weinig plots. En we mogen er niet meer bij maken. Want we hebben er al te veel. Volgens... Waarom is dit nou hier dan? Hier heeft hij iets ingezet. Oh, ik dacht... Hoe knippert hij dan nog? Oké, dat is... Heeft iemand iets een beetje dichtgemaakt of zoiets? Ja, dat heeft iemand dichtgemaakt, denk ik. Ja, ik denk het wel. Dat is niet erg, ziet er wel leuk uit. Helemaal prima. Zie je er niks meer van, namelijk. Hier is ook iets. Ik kan hier laatst uitkijken. Ja, wapenkamer, hier beneden. Er is een wapenkamer, die heeft Jos volgens mij gemaakt. Hop, spring gewoon naar beneden. Dat kan gewoon. En teleporteer ik zo. Er zit een groot gat daar, joh. Oh, dat ligt. De wereld was gewoon niet geladen. Wat is dit? Schietbaan 2 voor lange afstand worpen slash schoten. Volgens mij is dat nog niet af. Die is nog niet af. Dan ga ik dus ook niet in. Wat is dit? One versus one fight room. Die is ook nog niet af. Geweldig, Jos.
One versus one fight room. Die is wel af. Nou, het ziet er niet echt spectaculair uit of zo. Wat is dit? Schietbaan 1 voor korte afstand worpen. Oh, dat is wel leuk. Dan gaan je lichtjes aan hier. Oh, dat is wel leuk bedacht op zich. Dan kan je gooien met dingen. Heb ik iets om mee te gooien? Ik heb niks om mee te gooien. Nou, dat is dan jammer. Dat gaan we dan ook niet doen. Pech gehad. Ik zie hier allemaal kisten staan. Ik wil weten wat het is. Knife. Oh, kijk hier. Hier staan alle wapens. Diamond flail. Pet. Heeft hij niks te doen of zo? Blowgun. Dan gaan wij een blowgun gebruiken. En dan poisonous dart. Hop, dat daarin. Gaan we daar even mee. Dus volgens mij is die geladen zo. Gaan we schieten. Volgens mij was die raak. Hij stoot alleen eraf. Poep. Nou, geweldig. Wat een schietbaan. Hoe ver komt dit ding? Oh, die komt best wel ver, zeg. Dat is wel cool. Kan ik ook mezelf schieten? Nee. Dit is wel leuk. Ja, we gaan gewoon even wat van die wapens proberen die hierin leggen. We hebben toch nog weer wat te doen. Blow kunnen we weer even terugleggen. We hebben nog iets anders. Een speer. Nou, dat is niet leuk. Kun je niet doen als er niemand is. Wat? Red met de zwaarden, zeg. Red met de armor. Wauw. Wat moeten we er allemaal mee? We hebben veel betere armor. Een flail. Hoe heet dat ook maar? Dynamite. Cool. TNT. Wauw. Oh. Wow. Kom maar. Dit is mijn hond. Hij is best wel verminkt, zoals je kan zien. Doe maar, gaan we springen. Ja. Wat kan je ermee met dit ding? Dan kan je dus alleen maar een soort van vishengel met een hele grote aas eraan of zo. Wauw, ik weet niet wat je ermee moet. Het ziet er niet uit. Het is echt kut. Oké, ik leg hem weer terug. Wat is dit? Diamond flail. En nu is de hele texture pack verneukt of zo. Oké. Alles is verneukt. Hammer. Blowdart heb ik al. Knife. Ja, dat is niet leuk. TNT. Ik kan die dynamite wel proberen. Kijken of het ook werkt. Want heel veel staat uit namelijk. Oh ja, dat willen de admins niet. Oh, dit doet het wel. Ontploffen ze ook? Not allowed to. Dus het werkt niet. Daar dan. Hier. Nee, het werkt gewoon niet. Nou, echt superman, die TNT of Dynamite, wat dan ook. Werkt echt vet goed. Zo, de U. Man. Wauw, geweldig. Nou, dit was dus de wapenkamer, die heeft Jos gemaakt. Super. Ik vind het wel leuk bedacht, maar we kunnen niks met de wapens, want ze ontploffen niet. Dat wordt later volgens mij pas ingesteld, dat het wel kan. Ik wil hier naar boven. Ja, zo. Hoppa, ik ben weer boven. Ja, inderdaad, koffieveldje gebruik ik niet meer, want ik heb koffie en ja, dat is wel goed zo. Tenzij ik meer koffie nodig heb, als het op is, dan kan ik gewoon koffie. Ik moet echt ook een keer opruimen, man. God, ik heb echt veel te veel meuk hier liggen. Alles zit vol, die zet ik gewoon. Jezus. Hoe is het met de nucleaire reactor eigenlijk? Lang niet geweest, ik ben echt heel lang niet online geweest, zeg. Nee, gisteren de opslag. Ik wil weten of er ook iets gedaan is in de opslag, of het al gevuld is. Volgens mij wel een heel deel. Nou ja, de achtma gaat er doorheen en er staan van die duplicators. Ja, dit is allemaal gevuld, denk ik. Nou, het is nog steeds hetzelfde. De lelijke potlood is er nog steeds. Ik snap het nut er niet van. Oké. Als Jos dat graag wil. Helemaal mooi. Hartstikke mooi. Geweldig. Gaan we hierheen weer even naar de. Nee, ik denk dat hij hartstikke leeg is namelijk. De reactor. Hoeveel zit er nog in? Dat bedoel ik. Er zit niks in dat ding meer. Die is al voor de helft weer leeg. Even in de reactor kijken. Kiek helemaal op de pop. Gaan we dat even omwisselen. 1, 2, 3. Dus moet de 6 in. Dus moet ik even een beetje opruimen. Hoppa, wegwezen allemaal. Zo. Dat zijn de 6. Dan doen we de nucleaire reactor open. Dan prempen we de uraniumcels erin. Hoppa, heb je nog koffie trouwens? Of is die op? Hé, mijn koffie is op. Zo. Dan gaat hij weer stroom maken. Makkelijk, joh. En dit ding, het geeft een stroom aan de hele stad. Dus ook aan de andere kant daar. Helemaal, ja, dat zie je nu niet, want de wereld is niet geladen. Aan de Starbucks. Hij geeft ook stroom aan de Starbucks. Het is echt super handig. En hij gaat het niet zo snel op, want die gaat best wel veel stroom in. Kijk, hij wordt nu weer gevuld. Hoeveel is het? 10 miljoen? 10 miljard? 10 miljard in de zo. Nou, hartstikke veel. Het enige wat je af en toe moet doen is gewoon het ding bijvullen. Oh, niks moeilijks aan. Alleen wil ik wel eens een keer echt high food, echt de beste solar panels hebben. Maar die zijn
ontiegelijk lastig om te maken. Het duurt fucking lang en daar heb ik geen zin in. Hou ik niet van. Het duurt lang. Ik kijk niet eens naar de camera, hallo. Oh, de discovloer is er nog. Ik moet even naar de tijd kijken. Ja, oké. Okay. Discovloer, geweldig. Heeft Mart bedacht eigenlijk en ik heb hem gemaakt. Ze zegt, Bram, maak een discovloer. Want toen kon Martin nog niet bouwen en ik wel. Dus ik zo van, ja, een discovloer. Dan heb ik een discovloer gemaakt. Lars vindt het ook helemaal geweldig. En dit ding mag voor mij ook gewoon opbakken. Offerhead, wat hebben we eraan? Ah, geweldig. En dit is oplaadpunt. Een soort voor je OV of zo, ja. Dit heeft ook nog niemand gebruikt. Super Jos. Die moet ook nog een keer verantwoorden. Er staat Starbucks, maar dat kan je niet goed lezen omdat die zo groot is. Dus Mart was van plan om hem, zeg maar, horizontaal te maken. Ergens een beetje. Dat is wel heel groot, maar moet lukken. Ik heb me toch een dorstje. Godsam. Ik ga het hier ook bij laten. Ik ga lekker op een kleedje liggen in de zon. Kijk, dat is de zon. Super. En dan zeg ik, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op Steengoed als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zeg ik, klikken doei. Tot de volgende keer.